Dat is de middelvinger omhoog, hoor. Daar is de gele trui. Is het een stervende grote bloem? Hij zit niet ver achter Delgado. 35 seconden tussen Pignon en Le Mans. 35 seconden tussen Pignon en Le Mans. Delgado weet nu inmiddels dat Le Mans op die verschrikkelijk grote versnelling aan het terugkomen is. Het is knap van de Amerikaan dat hij niet in elkaar gaat. Hij krijgt natuurlijk ook de mentale terugslag. Hij komt wel dichter bij Pignon nu, Delgado. Klaasje van der Vijf moest opletten, anders reden ze overnemen. Man tegen man is het hier. Goh. Lemon, hoeveel reserves heeft hij nog? Was toch wel een flink stukje voordat hij in die bocht zit. Daar is Delgado. Delgado ziet Pignon en heeft nu ineens de goede benen. Zie je dat, Jan? Ja. Dat moet je kunnen even. Hier liep de berg iets minder omhoog. Wat gaat hij nu doen? Wat gaat hij nu doen? Misschien wel de auto. Vecht van Le Mans. Gaat hem al dan niet te halen van de gele trui. Te houden, moet ik zeggen. Want Pignon is serieus bezig. En dat alles gebeurt op 2 kilometer onder de top. De renners zijn 5 uur en 7 minuten onderweg. Le Mans kijkt naar voren en ziet slechts de achterkant van één auto. En zoekt naar een goede versnelling. Dat duwt die zwaarte. Maar ja, als je teruggaat in versnelling, dan kom je helemaal niet meer vooruit. Pignon. De man die jarenlang geen grote ronde meer kon rijden op topniveau. Die de Ronde van Italië won en hier ook weer heel sterk is. Nee, Gregory, het leven is niet makkelijk zo. Hij wist tevoren dat dit het punt was waarop hij zou kunnen sneuvelen. En hij ligt nu ligt hij op het kritiek moment dat hij ligt 52 seconden achter Pignon. Dat betekent dat Pignon de gele trui kan gaan pakken, terugpakken. Gert-Jan Peunzen moet nu zo ongeveer bij ons in de buurt zijn, overigens. Twee en 50 seconden dus. Delgado nu makkelijker in het wiel van Pignon. Er wordt nu hier geroepen dat Peunissen eraan komt en de Nederlanders vinden dat fantastisch. En dat heeft u waarschijnlijk thuis ook. Dat staat toch boven alles. De etappe wordt gewonnen door een fan die werkelijk een monster etappe op zijn naam schrijft. Die de aanval koos en dat is het aardige van sport. Als je dat aan durft en dat af kan maken. Le Mans geeft toch niet af. En zo aanval zal Gert-Jan Teunissen in het zicht van de vaste camera's komen. We blijven bij de achtervolgers, natuurlijk. Het gaat om de gele trui. Ja. Eén kilometer voor. De tweede. Die zit er een klein minuutje achter Teunis. En je ziet dat Delgado tot nog toe niks extra kan. Hier is Gert-Jan. Hoe zit het met die klok? Misschien weet hij dat al. Ja, iedereen weet dat. Ja. Ik bedoel, mijn oma zou ook voorzichtig door die bocht staan.
130 kilometer in de aanval. Gert-Jan Teunissen. Vandaag op deze 19 juli 1989. 5 uur, 10 minuten en 23 seconden op de fiets. Daar komt hij. Opnieuw een Nederlander. Wint de rit hier op alle duur. Vorig jaar was hij tweede. Dan was hij blij voor zijn maatje, Steven Roos. En nu vindt hij het zelf. Fantastisch gedaan, Gert-Jan. Het komt hij. Helemaal goed. 15:39. Gemiddelde van 31,192. En hij doet het nog goed hoor. De meesten die hier aan zijn gekomen, die vielen naar de streep van hun fiets. Maar Gert-Jan fietste gewoon nog een 100 meter door om aan de drukke ton te komen. Wij blijven bij Le Mans, die nu pas rond de kilometer is. En dat hebben we niet getimed, maar dat is meer dan de 50 seconden van net. Dus het zou best zo kunnen zijn dat Fignon gelijk had toen hij geprikkeld en al mij anderhalve dag geleden te woord vond. Hij zei, Holland mag die zegen hebben. Dus 1 minuut 9 al, als ik maar die trui pak. En we kunnen nu al zeggen dat Gert-Jan een mooie sprong maakt in het klassement. Voor de tweede plaats links Fignon, rechts Delgado. Delgado, die dan nog even iets meer in huis heeft. Zo Bernardo binnen aankomt, Delgado 2 op 1-0-8. Dus bij 2 minuten 0-1 op uw klokje links in beeld is Le Mans zijn bruikwijf en hij viel van met die versnelling dit is rondom. Bij 2-0-1. En de Amerikaan weet het. En dan hebben we weer een wisseling van de wacht, maar het is nog niet gedaan. Nee hoor, want er was nog een tijdrit op de laatste dag in Parijs. En dan zal hij nog eens even de stenen uit de straat rijden. De gele trui gaat naar Fignon. Wauw! Bijna schoot hij uit de bocht. Geel voor Fignon. Hier is Roloff op 2-0. Hier komt Greg. Met een ultieme inspanning. Heeft zich goed verdedigd. Is een trui kwijt, maar de Tour is voor hem nog niet verloren. Hij schakelt het nog even voor keer. Hij schrijft al 20 keer. Hij zit zo te sturen aan het versnellingsapparaat op 22 minuten. Dus hij verliest 1 minuut en 19 seconden. Hier komen Cugno en Steven Rooks. Rooks die zevende gaat worden. En is blij voor Gert-Jan, dat is sportief, op 3-0-3. Achtste Bugno, negende Miller, op 3-0-3. De achtste Nederlandse overwinning in 14 beklimmingen naar Alpe d'Huez. Dit keer dus Gert-Jan Teunissen voor Delgado, Fignon en de prima rijdende Colombiaan Rondon. Le Mans, de drager van de gele trui, vijfde. Lugarreta ook een keurige zevende plaats van Steven Rooks. Achtste de Italiaan Bugno. Dan de Nederlanders op ruime afstand. Heel goed gereden van Orsau. Ook, net als gisteren, Ducro. Dan Stevenhagen, Lubberding, Van Vliet, Maassen, De Roy, Poels. Allemaal dik in de 20 minuten. Draaier, Simons, Tolhoek, Solleveld, Nijdam, Manders, Lammerts en Jacobs. En u mist de namen van Rob Kleinsman en van Erwin Nijboer. Zij stapten onderweg af, zodat er nog 22 Nederlanders in koers zijn. Beuker, Hermans, Hanegraaf en Schuurer, zij sluiten de rij. De tijdslimiet lag bij 37 minuten, zodat Eddy Schuurer, de laatste Nederlander, dus ook nog dik op tijd binnenkwam. De consequenties voor het algemeen klassement. 50 seconden had Le Mans voor op Fignon, voor de beklimming van Alpe d'Huez. Nu is het verschil 26 seconden in het nadeel van de Amerikaan. Delgado heeft ook nog kans. En de anderen, denk ik, zijn uitgeschakeld voor een mogelijke winst van deze ronde van Frankrijk. Het grootste verlies boekte Charlie Mottet. Hij stond derde. Hij kreeg ruim 2,5 minuut aan zijn broek. En staat nu op een vijfde plek achter Gert-Jan Teunissen. Thank you.
Uitgerekend op de zwaarste dag in de Ronde van Frankrijk, Briançon Alpe d'Huez, grote Alpen-etappe, vierde L'Équipe, de gele krant, feest. En alle kranten vierden mee. Een groot internationaal gezelschap aan journalisten volgt de Ronde van Frankrijk. En voor het eerst laat de organisatie zien wat er zoal geschreven wordt over de Tour zelf. Meer dan 750 mensen vullen dagelijks kranten over de hele wereld over La Grande Boucle. Die krant die verdubbelt zijn oplage tijdens de Ronde van Frankrijk. Het is een sportdagblad, iets dat wij in Nederland niet kennen, maar in Frankrijk is het zeer beroemd. Dit zijn jongens die angst hebben voor de dag van vandaag, zoals Edwin Nijboer. Ik had gisteren veel last van een steenpost op een zitvlak. Ik heb gisteren bijna de hele dag op mijn rechterbil gezeten. Want aan de linkerbil, ja, dat zit echt een joekel van de steenpost, zeg maar. En die hebben ze gisteravond weggesneden, de dokter van onze ploeg. Dus die is nou weg, dus ik kan nou een beetje op de zadel zitten. Maar die was net weg, want ik zat aan tafel te eten en dan werd ik in één keer een beetje misselijk. Dus ik kreeg ook nog griep en diarree erbij. Dus echt fit ben ik niet meer nou. Hij is nog wel fit. Hij komt kijken of er zure regen aanwezig is in de Alpen, maar het lijkt allemaal wel mee te vallen. Hij volgt de etappe. Net zoals vele honderden, duizenden Nederlanders. En de koopbaar lag al klaar vanochtend aan de start. Oranje petjes. Maar wie rijdt er nog goed, Peter Post? Zijn er maar weinig. Zijn er maar heel weinig. Ja, vandaag is het toch weer dezelfde tactiek. Wij zullen toch ook weer aan moeten vallen. Wij zullen er aan de voorkant wat rukken aan moeten geven. Wij zullen ze moeten testen. En wij zullen iets meer doen met Alcala misschien. Indien hij dus in staat is daartoe. De finish vandaag lag op Alpe d'Huez. U weet wel, die berg die iedereen in Nederland kent. Twee dagen geleden al kwamen de eerste naar boven toe. Om een heel goed plaatsje te hebben op de berg. Het is een bekend gegeven. Alpe d'Huez is een Nederlandse enclave als de Ronde van Frankrijk langskomt. U heeft ervan gehoord, maar heeft u wel eens gezien hoe gek onze landgenoten kunnen doen? Dat staat hier dus allemaal langs de weg. Gert-Jan Teunissen is de grote favoriet dit jaar. T-shirts, ze worden heel makkelijk verkocht. Maar ook Henkie L wordt aangemoedigd. En zo zitten allerlei supportersgroepen. Ook van renners die op achterstand zullen binnenkomen. Maar ze willen weten dat ze er zijn. Ze schilderen de weg vol, ze doen van alles. Het zit helemaal barstens vol Nederlanders. En dat willen we weten. De koers is anderhalf uur onderweg als Gert-Jan Teunissen met 10 man in zijn wiel, waaronder Patrick Tolhoek en Phil Anderson, als eerste doorkomt op de eerste col. Is dit een speldenprik? Nee, dit is een speldenprik. Want Teunissen verlaat al zijn makkers en begint aan een meer dan imponerende solo. Als ik goede benen heb, dan zal ik eens wat laten zien. Hoe vaak hebben we dat niet van een wielrenner gehoord? Nou, Gert-Jan Teunissen doet het vandaag. Maar hoe kan dat uit een lichaam dat zoveel pijn heeft gekend? Ja, vandaag weet ik het zelf ook niet. Het was eigenlijk zo'n gekke vroege aanval. En ik had geluk dat de Danes van onze ploeg bij mij kwam. Die heeft een hoop werk verricht tot de quarter-fair. Maar ja, toen was het nog schrikkelijk lang. En die anderen, ja, die waren bergop niet zo goed. Dus ik denk, ik probeer het maar. En ik voelde dat ik heel erg goed reed. Maar ik was heel erg bang voor die 40, 50 kilometer wind op kop. Van de quarter-fair naar beneden tot aan Alpe d'Huez. Ja, heb je zelf nog gewonnen? Ja, maar dat kost zo verschrikkelijk veel kracht. Dat is gewoon een tijdrit op zich nog voor. En dan moet Alpe d'Huez nog beginnen. Dus het was heel erg zwaar. Maar ik reed vandaag heel goed. Ik had een super dag.